Zuid-Holland Sport nabeschouwing. Ja, inderdaad, de handbaldagen van de Handbalacademie. Monique Zwartjes is aan de telefoon. Goedemiddag, Monique. Goedemiddag. Goedemiddag. Ten eerste, wat is de Handbalacademie? Nou, handbalschool zijn we. Handbalschool is voor talenten in de regio, in de leeftijd van 9 tot 18 jaar, die gescout worden om deel te nemen voor de handbaldagen. Dus er moet in ieder geval potentie in de spelers zitten. En die kunnen dan bij ons komen trainen. En vanuit de handbalschool worden spelers dan geselecteerd voor de oranje selecties. Oké. En wat voor voorwaarden moeten die spelers aan voldoen? Zijn er bepaalde criteria voor? Ja, het ligt een beetje aan per leeftijdsgroep. Maar we leiden op aan de hand van 5 pijlers. Dat is technisch, fysiek, mentaal, sociaal en tactisch als het laatste. En we kijken vooral van wat de intrinsieke motivatie is en wat de bewegingspatronen zijn. Hè? De motorische vaardigheden van spelers. En de rest kunnen we ze wel aanleren. Oké. Okay. En dan is dan die handbalschool Zaland. De handbaldagen die dan na de kerst beginnen. Hoe zien die 3 dagen eruit? Het zijn volle dagen van 's morgens 8 tot 's avonds een uur of 10, 10:30. En daarin zitten zowel scholingen voor trainers, zowel voor jeugdtrainers als voor senioren, ongeacht welk niveau je speelt. Want er zijn 2 mastercoaches die komen uit Denemarken. Dus dat is ook voor de HT4 die trainers, zeg maar, die eerste divisie trainen. Daarnaast hebben we allemaal clinics voor de meisjes D-jeugd, voor alle clubs uit Zaland. Maar ook jongens. We gaan de jongenshandbal promoten deze dagen. En daarnaast hebben we topwedstrijden en toernooien voor alle leeftijdsgroepen van de handbalschool. En ook daar zit bij de E'tjes, bij E-jeugd is 9 en 10 jaar, daar zit een jongensteam van Alsmeer bij. Oké, okay, en hoe proberen jullie het jongenshandbal dan aantrekkelijk te maken? Nou, in het verleden was er altijd jongens- en herenhandbal in Zaland. Maar dat is toch wel door de opkomst van toch meer voetbal en andere sporten is de handbal wat naar beneden gegaan. Qua aantallen. Maar in omringende plaatsen zoals Galkhaar, Zwolle, Apeldoorn is veel jongenshandbal. En ook in Raalte willen we nu meer jongenshandbal gaan genereren. En we doen het voor Kwiek, voor Schalkhaar en Zwolle om de jongenshandbal te promoten. Ja, en ook in het buitenland. En dat is van de jongste groep. En we hebben een oranje selectie die dan de dagen aanwezig is. Zowel de eerste als de tweede dag. En die gaan de clinics geven. En ook in het buitenland is het natuurlijk ook populair, hè, dat jongenshandbal. Ja. In het buitenland is het veel populairder. In sommige delen van Nederland is het ook populair. Alleen net in deze regio is het wat minder. Als je kijkt naar Limburg, westen van het land, bij Alsmeer, Volendam, ja, dan schiet jongenshandbal als paddenstoelen uit de grond, maar hier nog niet. Oké, okay, en dan gaan jullie proberen wat aan te doen dus. Hoe komen over het algemeen de jongens en meisjes na die 3 dagen eruit? Sorry, de vraag? Hoe komen de jongens en meisjes over het algemeen na die 3 dagen eruit? Moe, maar voldaan. Omdat, kijk, als je kijkt naar de meiden van ons, van handbalschool, die doen, gaan heel veel andere sporten ook doen. We doen niet alleen handbal, want we willen ook graag dat de motorische vaardigheden sterker worden. Dus we gaan freestyle running doen, we gaan boksen doen, aquaspinning. We doen ook allerlei andere sporten, zodat het bewegingspatroon niet te veel eenzijdig is. En daarnaast gaan ze wedstrijden spelen tegen leeftijdsgenoten uit andere delen van het land. Dus dat is altijd voor de meiden altijd een mooie uitdaging. Waar kijk jij zelf het meest naar uit? Nou, dat het weer mag. Ja, we hebben nu 2 jaar niet mogen organiseren. We organiseren het al vanaf 2003. Ook met een internationaal tintje eraan. En dit jaar is dat dan de Deense topcoaches die komen. Dat vind ik altijd gewoon mooi. Dat iedereen weer komt. Dat je de verbinding hebt. Dat je elkaar spreekt. En dat je met elkaar weer mooie dagen van maakt. Ja. Voor welke leeftijd is het precies? Vanaf 9 tot 18 jaar. Ah, 9 tot 18, inderdaad. Okay. Heb jij iets nog wat jij kwijt wil over die handbaldagen? Ja, ik zou zeggen, kom vooral kijken. We hebben s'avonds iedere avond een mooie topwedstrijd. Waarvan de 27e en de 28e jongens. En de laatste dag komt dames oranje onder 20 een wedstrijd spelen en trainen. En die zijn allemaal gewoon toegankelijk. Dus iedereen kan komen kijken. Alleen s'avonds vragen we inderdaad intree voor de topwedstrijden. En de rest is gratis toegankelijk. Oké, okay, duidelijk. Bedankt Monique dat je even aan de telefoon wou komen. Veel plezier bij de handbaldagen en
Maak er wat moois van. Dankjewel. Oké, tot ziens. Doeg.